Hoi kijkers van de geweldige kaas, ik heb zelf aan de texture pack zitten sleutelen. Misschien zag je het al. Trouwens, tijd voor een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin, was ik vergeten te zeggen. Ik was te enthousiast. Ik heb een beetje aan de texture pack zitten sleutelen en ik ga jullie laten zien wat ik nou precies heb gedaan. Ik heb de naam weer terug veranderd en voor de logiciteit heb ik het naar het Nederlands gezet. Vind ik dat iets handiger? Nou, niet handiger, maar het is logischer. Kijk, touw is gewoon weer touw. Zo, dat is ook weer duidelijk. Hier eventjes iets weggooien. Stokjes. En kijk wat ik nieuw heb. Ik heb voor natuurlijk op de server gebruiken we deze texture pack ook. En binnenkort, bij de 50ste aflevering van deze serie, ga ik deze aflevering dus weggeven ofzo. Nee, niet deze aflevering. Deze texture pack mag je gewoon altijd downloaden. Dus om een soort economie op te bouwen op de server heb ik geld gebouwd. Een gold nugget is nu een euro. Dat kan ik misschien nog laten zien als ik eventjes snel opschiet met wat ik doe. Zo. Kijk, dan zet ik hier zo dat goud te smelten. Gelijk, nu eentje. En ik heb nu dat, hoe heet het? De emerald ore is een pinautomaat. Kijk, een pinautomaat. Ik vind die wel heel leuk eigenlijk. En als die mined, dan krijg je geld. Zo. Wat zijn we lekker origineel. En dit is 80 euro. Zo heet het ook. Zie je? 80 euro. Als we hier zo mee klaar zijn, hebben we een goudstaaf. Die kunnen we omvaardigen naar 9 euro. En dit is hoe de euro eruit ziet. Dat is 9 euro. Dus als we zo rijk willen overkomen, dan gooien we zo al het geld bij elkaar. Nou, dat is dus 99 euro. Nee, 89. Vet, hè? En wat gebeurt er nou? Gebruikersaccountbeheer. Ik kreeg iets raars. Maar goed, dat is dus wat we hebben. En ik vind het heel vet. Nou jongens, op naar de teleporter ter plaatse. Zometeen. Sinterklaas is hier trouwens ook geweest, kijk. Het grote boek van Sinterklaas heet het nu. Vet jongen. Allemaal echt super vet. Dit is een tunnel. En hier zo, als je hier om de hoek gaat, dan heb je net zo lang stuk als dit stuk. En dan kom je in de stad waar we eerst woonden. Of het eigenlijk gewoon het huisje met de farm erbij en zo. En die twee armen van hout. Als je een paar afleveringen terug hebt gekeken. En ik heb een tunnel gebouwd naar dit meertje. Ik heb dit meertje gevonden. En ik vind het een mooi meer. Als je op de kaart kijkt dan zul je het zien. Maar dat kunnen we nou even niet. Omdat we geen kaarten bij hebben. Ik ben hier al begonnen met bouwen ook. Ik wil hier zo zeg maar mijn nieuwe stad maken met jullie. En dat heeft al paden. Hetgeen wat ik gebruik voor de plattegrond van de stad. Dat zal ik nu eventjes bij jullie pakken. Dat is Mineways. Die hebben we al vaak gepakt in deze let's play. Voor nu is dit pad eromheen. Dan gaan we nou eens een rondje oplopen. Om te zien hoe het is. Trouwens, de bruggen zien er zo uit. En dat vind ik een van het vetste van het pad. Dat die bruggen zo zijn. Kijk, en dan loop je verder en lampjes ernaast. Deze lampjes, daar wilde ik nog iets op, maar ik weet niet. Dat lukte niet of zo. Ik weet niet wat het was, maar jawel, dat lukte. Het lukte wel. Ik zal eerlijk zijn, ik was het vergeten. Heel dom. Er lopen varkens rond op het pad overal. En vooral waterkoeien hier zo. Kijk, waterkoe. Zit hier zo. En de reden waarom ik die waterkoe heb genoemd is omdat ik een van de vorige afleveringen heb ik het melk heb ik veranderd naar drinkwater. En als je hier zo ziet aan de tekst is dit grondwater. En dat is het gewone water om neer te zetten. Dat is dus niet om te drinken. Maar melk krijg je dus, dat is nu dus drinkwater. En drinkwater krijg je van waterkoeien, daar kun je dus op drinken. Nou, that makes sense. Zeg maar. Eventjes nog verder rondlopen. Alleen, dit schuine stukje, dat vind ik nogal smal. Maar het was niet echt anders te doen. Zo. Maar ja, dat is juist lastig. En dan komen we hier zo. En weet je wat het is? Altijd als ik een filmpje kijk terwijl ik bouw van iets, dan denk ik aan dat filmpje terwijl ik dus op dat plekje loop wat ik heb gebouwd. Want hier zo keek ik. Old elderly people react to the Oculus Rift.
van de, weet het, de Fine Brothers. En dan, ja, dan denk ik hier trouwens aan als ik hier loop. Nol. Het is best wel physics, natuurkundig. Nee, ook niet. Psychologisch, dat is het. Is er iemand die psychologie heeft gestudeerd, want dan kan die het begrijpen. Waarom dat is. Ik heb hier zo nog 6 stacks gewone steen. Die heb ik allemaal nodig voor dat pad. Want in dat pad zitten er van zulke en zulke en zulke en zulke. Die heb ik daar. Daar heb ik steen voor nodig. Ik wil beginnen met een huis. Maar ik weet niet waar en ik weet niet hoe. Ik wil wel een groot huis. Het lijkt mij vet. Echt gewoon een groot huis. En het lijkt me vet als ik het hier bouw. Dus dat ben ik wel van plan. Eigenlijk. Eerlijk gezegd. Dus dan haal ik even deze twee lampen weg. Ik heb al een lamp gezien in een tutorial. Nee. Ik heb al een huis gezien in een tutorial video. En die zag er best wel vet uit. Dus daarom dacht ik eraan om die te doen. Alleen, die is veel werk. En het is nogal stom als ik die ga namaken van dat filmpje. En jullie zitten hier zo te kijken. Dus dan ga ik waarschijnlijk knippen. En dan vloep, staat het huis er. Half of helemaal, wie weet. Maar we gaan wel floepen. In ieder geval die knip. Ja. Zo. Ik ga net de wereld in, daarom doet hij nog renderen. Ik heb al een stuk gebouwd. En ik heb ook materiaal en zo. Het vreet materiaal. Maar het wordt wel een heel vet huis hoor. Kijk, van de voorkant is het al dit. En dat is al best wel heel groot. En het wordt echt mooi. Maar ja, dat is misschien voor later. En nu is het... Ik heb hier gewoon zo lang aan gewerkt, ik moest zo meteen gewoon al naar school. Dus dat wordt nu niet voor deze ochtend. Maar... Ik heb vandaag op school heb ik maar 3 uur om er te zijn. Dus ik ben om 10:50 alweer thuis. Dus dan kan ik gewoon weer lekker veel aandacht aan deze video geven. En dan wordt die toch vet. Dus, dan neem ik wel harder op. Zo. Dat was veel werk. En dit is dus het resultaat van ongeveer 2 uur werk. En het is normaal alleen de buitenkant. En het nog niet eens de binnenkant. De inrichting dacht ik eraan om samen met jullie te doen. Als dat leuk lijkt. Als dat leuk is. Ik zie alleen... Kijk daaronder zit dirt. En waarom is dat? Waarom zit daar dirt? Ik weet het niet. Ik vind het niet zo mooi, maar ja. Het is wel een mooi huis. En ik zat te denken. Nu net, precies hoor. Om dit weg te doen. Zie nou mijn bijl, hoeveel die al is gebruikt. Echt man, alle hout wat we nodig hebben. Om zo te doen. Zat ik te denken. Het ziet er wel veel mooier uit. Dus laten we dat even gaan doen. Vandaag op school hadden we blijkbaar dus maar 3 uurtjes. Dat had ik al eerder gezegd. En dan nog duurt het de dag even lang. Ja, je bent eerder thuis. En dan heb je wel veel meer tijd. Het is nu nog maar 2:50. Dat is echt niet normaal. Maar dat valt mee. En ik heb honger. En dat heeft er niks mee te maken, Robin. Dus zwijg erover. Eet zo meteen maar. Als je er tijd voor hebt. Toch gaat de dag langer, omdat je nu telkens zit te kijken naar de klok of zo. Van, oeh, ik moet nog maar zo'n beetje. Het valt nog mee, of zo. Dat was vaag, hè? Ja. Maar je gaat al eens kijken van, hoe ver zijn we al, want ik wil lekker vroeg thuis zijn, dat vind ik leuk. Daardoor kijk je op de klok. Als je een lange dag hebt, dan weet je van, het duurt lang. Punt. Je kijkt niet naar de klok, van hoe lang nou precies. Want je hebt al zo vaak een lange dag. Waarbij je weet van, ja, duur zo lang. Dus daarom kijk je niet. Ik vind dat die hekjes, oh, die zijn zo duur. Het geeft wel iets unieks er nu omheen. Het is nogal druk, dat wel. Maar het geeft iets unieks. Binnenkort komt 1.8 uit. Wat je dan hebt, is hekjes per wood type. Dus dan heb je ook spruce wood hekjes. Die kun je daar gebruiken. Past veel beter, denk ik. Dit is een beetje veel ook. Maar ik denk wat we nog kunnen doen. Ik weet niet. Ik ga eventjes in Mineways kijken. Maar ja. Maakt weinig uit toch.
Ik wil wel gaan inrichten. Of in ieder geval zover dat ik spulletjes hier zo kan opslaan. Ik denk niet dat ik ooit zo spontaan ga worden dat ik die spulletjes ook echt ga verhuizen. Maar ik wil toch wel de grote belangrijke bouwblokken naar hier zo doen. Zodat ik die toch kan pakken van dichtbij. Wat er wel is, wat ik wil doen. Die even meenemen. Dat wil ik doen. Punt. Ja. Ik wil een treinrails aanleggen. Hier zo in deze tunnel. Omdat we dan sneller vanaf hier naar de andere kant kunnen. Laten we eens over het land gaan. En volgen hoe lelijk wij het landschap hebben gemaakt. Met die tunnel. We hebben hier zo in ieder geval deze rij van drie naast elkaar. Omdat het een dak is. Hier zo eerst eventjes puzzelen. Zo. En dan telkens hier zo verder naartoe. Ik weet niet waar ik moet draaien hoor. De bocht om. Dan gaan we maar nu draaien. Hè. Dat is ook goed. En richting hier. Dan komen we weer bij de oude stad. Ik zie het nu al. De berg waar we altijd tegenaan kijken. Als we daar gaan slapen. Zo. En we zijn er. Ons oude vertrouwde stadje. De reden waarom ik ook naar een nieuwe stad ga is omdat ik weinig toekomst meer zag op deze plek. Dat is heel dom, maar ik had echt... De inspiratie was weg. Maar altijd als je dan hebt... Je komt terug naar hier zo, dan is dit opeens heel nostalgisch. En anders blijft dat niet ofzo. Nou. Wat nemen we mee? Iron, diamonds, lapis. Wat nog? Hout hebben we nog. Dit en dit. Ik pak maar wat dingetjes die ik denk die ik nodig heb daar. Waarvan ik denk dat ik ze nodig heb. Dat is niet meer dan dit, denk ik. Zo. Oh wacht, er is nog meer. Hier allemaal hout. Ja, we hebben daar genoeg. En wat is er nog? Misschien wel geld. Nee, daar hebben we niks aan in de singleplayer wereld. Ja, ik denk dat dat wel goed is wat we nu hebben. Misschien nog een beetje TNT. Meer kan er ook niet bij, toch? En die bovenste kist zit weinig speciaals. Ik pak een keisteen. Ja, dat... Ja. Ja. Ja, want we hadden toch al niet zo heel veel hier. Ja, wel qua gebouwen. Maar niet echt qua... Ja. Omtrent. Dat is een ziek woord voor qua. Qua. Kwak, kwak, kwak. Ik kan niet tegen kwaal, want dan raak ik als ik aan de kikker denken. Maar goed. Niet qua items. Yes, het is gelukt. Ik heb het gezegd. Dus hier zo in het midden moet een treinrails komen. Misschien voor het gemak aan de zijkant. Wie weet. Wandelen gaat ook snel genoeg, hoor, vind ik. Ik vind dat er daar iets mist. Aan die kant van het dak. Daar mist iets. Een raam, desnoods, of iets. We kunnen gaan proberen. Eventjes dit spul wegdoen. Even een nieuwe kist bouwen. Want die kisten die raken stampers vol om de duur. Dat is niet normaal. Zo, we hebben weer wat plek. Zo. Dit nog. Ja, dat is wel genoeg. Nou, hier zo er ook in. Wat hebben die nodig? Dit allemaal. Ja, dat is het wel. Nou, we gaan eens kijken wat ik zei net. Dat ene plekje. Daar gaan we nu, als het lukt met de raam, gaan we er ook glazen ruit in doen. Dat moet. Van mijn moeder. En dat is hier zo volgens mij. Kunnen we daar buiten lopen? Als we goed springen. En dat kunnen we. Zo. Ik heb eventjes dit hout nodig om op te vullen. En weer goed springen. Ging niet. Nu wel. Zo. Ik denk dat dit wel goed is. Zo. Drie hoog. Dat is het. En ook vanaf binnen is het goed. Vanaf binnen ben ik tevreden. Nou hebben we alleen buiten de vraag of het er goed uitziet. Ik denk het wel eerlijk gezegd. Ja, dat ziet er best goed uit. Best wel origineel. Het laat het hoger lijken, het gebouw. Ik ben er helemaal tevreden mee. De inrichting ga ik ook wel eens zelf doen, denk ik.
Daar hebben we nou niet echt tijd voor. Om samen te doen. Want een aflevering is sneller voorbij dan je denkt. Als je YouTuber bent. Dan denk je van, nu al 14 minuten bezig. Dat denk je dan. Ik zat wel te denken om farms te beginnen. Dus met die hekjes die we toch al hadden. Kunnen we hier zo wel hokjes bouwen. Voor de waterkoeien en de varkens. Dus dat kunnen we misschien nu nog gaan doen. Dan gaan we eventjes die hekjes halen die we daarvoor nodig hebben. En ik heb honger. Niet te weinig. Dit. Beter ga ik gewoon eten ofzo. Dat is misschien een oplossing als ik honger heb, dat ik ga eten. Wauw. Perfect. Zo, dat zijn de hekjes. Ook de poortjes. En dan hebben we wiet nodig. Tarwe. Zou ik zeggen. Waar kunnen we dan vandaan halen? Dan moeten we helemaal terug zeker. En wortels voor die varkens. Weet je, ik pak nu eventjes waar er veel trapjes van zijn. Dus tot nu toe de birch. Maar nog niet genoeg. Dus dan pak ik daar eventjes trapmateriaal voor. Kijk. Slapen. Zo. Tussen de ovens. Ik heb warme voeten. Dat denk ik altijd aan. Als het voeteinde van mijn bed dichtbij oven staat, heb ik warme voeten in Minecraft. Dat is belangrijk. Anders word je ziek. Niet dat je ziek wordt met koude voeten. Niet dat jij... Ik wil niet zorgen dat jij s'avonds in bed gelijk van... Oh, ik moest sokken aan, straks word ik ziek. Ik vind met sokken slapen. Mijn opa doet dat. Die is niks anders gewend, maar ik vind het raar. Slaap jij met sokken? Dat is, ik denk, eerlijk gezegd, als jij dat doet en je bent jong, dan niet boos worden. Maar ik denk dat dat iets voor oude mensen is. Niet jonge mensen. Oud, dat klinkt zo beledigend blijkbaar. Dus niet jonge mensen doen dat vooral. Maar het kan als jij jong bent en je doet dat ook. Nou, zeg het eventjes. Dat vind ik wel interessant. In de reacties. Ik ben nieuwsgierig naar. Hebben wij wortels in die kisten? Ik hoop het maar. Dan kunnen we die varkens lokken. Hier hebben we ook Dexma-varken. Dexma-varkens. In de oude texture pack van de DGK. Oh, hier hebben wortels. Waren de dingen. Hoe heet het? Ja. De dingen. Ik kan het niet meer uit mijn woorden nou opeens. Een varken. Dat was opa Dexma. Dat was wel lollig. Dat had Xander gedaan van Mr. Xander Games. Check hem even. Kom, laten we eventjes naar hier zo gaan. En weer terug lopen. Als we nou mijn car hadden dan... Weet je wat is met mijn car? Met mijn YouTube. Je wilt niet zoveel lawaai. Als je in een minecart zit, dan hoor je de hele tijd van... Geluidimitatie van de minecart. Als je rijdt. En dat is heel vervelend voor kijkers. En daar moet je rekening mee houden als YouTuber. Dus dan loop ik maar wat verder. Denk ik dan. Nou. We hebben nog niet zo heel veel materiaal om te bouwen. Ik wil altijd veel bouwen, maar we hebben weinig materiaal. Ik heb uit heel dat meertje wat we daar hebben. Heb ik al het klei gepakt. En dat is best veel. Kijk. Dit. Nee. Het is ongeveer 3 stacks steent klei. Dus ja. Laten we eventjes naar die plek gaan waar we de stallen willen. Ja, de stallen zijn er niet echt. Er zijn meer hokjes. Waar we de hokjes willen. En er staat al een koe precies omheen. Oké. Kijk, dan beginnen we met die trapjes die ik had gemaakt. Die hadden we wel ergens voor nodig. Degelijk. Zo. En dan dit. Kan worden veranderd naar birchwood, lijkt mij. Dan doe ik het maar gewoon zo. Dan lijkt het volle blok. Ja. Dat is wel goed, denk ik. Alleen dit kan misschien nog birchwood worden. Is er hier ergens een boom die we kunnen omhakken? Voor de birchwood. Even om te testen hoor. Zo. Het is maar een beetje trial and error. Dat, zo betekent het. Gewoon een beetje kijken wat je doet. Of zo. Gewoon dingen doen en kijken of het leuk is. En als het niet leuk is, dan verander je het. Maar dat moet je wel doen als je het kunt veranderen. Want als je naar een mevrouw op straat haar geld afpakt. En dan denk je van, oh, als dat niet goed is, dan verander ik het even. Nee, dat kan niet. Die ga je even goed een aanklacht doen. Bij de politie.
Dus dat is een wijze les voor Robin weer. Ik krijg nu inspiratie om hier zo een grindpad te doen, wat een beetje in water verdwijnt, eigenlijk. Dus dan moeten we grind hebben. En dan moeten we dan pakken van helemaal onze basis daar. Oh. Stoot zijn hoofd tegen de rugleuning. Stijvertje. Ik ga er niet helemaal naartoe hoor. Wees niet bang. Ik ga gewoon een beetje pakken hier zo van. Als we het hebben. Ja, daar hebben we. Dat is wel genoeg. En dan kijken we wat het wordt. Zo, ik vind het pad wel leuk. Het loopt wel lekker. Behalve hier. Dit vind ik springend in mijn ogen. Maar hier zo is het wel lekker smooth. Pad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik doe nou maar iets van... zoiets. Eventjes opvullen. En dat gewoon random. Trial and error. Als iets mij niet bevalt, dan verander ik het. Dit bevalt mij niet. Dan doe ik het zo. En dit doe ik hier. En dan... dit is niet goed. Ik was een beetje lang stil, merk ik. Opeens dacht ik van, hé, ik ben stil. Dat is niet goed. Ik ben nooit stil. Jawel, ik ben... in het echt ben ik stil. Maar in Minecraft... Oh, niemand zou mij willen ontmoeten hier. We zijn ook best wel eenzaam op deze wereld. We gaan een multiplayer spelen. Heb ik al gedaan. Ik zei niet dat ik het stom vond dat we eenzaam zijn. Ik ben tevreden met deze eenzaamheid. Denk ik. Dit wordt een vaag, heel ongemakkelijk gesprek. Terwijl eigenlijk is het geen gesprek. Ik zit te praten en jullie niet. Punt. Ik zit te praten en jullie niet. Ja, dat is wel goed. Ik weet niet. Moet hier zo water? Ja, ik voel dat er water moet. Ik ben hier zo tevreden mee. Nu de hokjes. Die moeten nog gedaan worden. Hekjes van 2 breed. En dan hokjes zo eromheen. Oh, dus ik zit nu in een hekje. En dan via hier zo erop. Oh, dat is niet goed. Is dat het? Ja. 1, 2, 3. En dat is dus het stalletje wat wij hebben. Ja, dat is wel goed. Misschien, hè, kan ik dit eventjes vervangen door zand. Want... en dat wordt dan gras. En dat verandert dan in gras. Nee, dirt verandert in gras. Ja. Want grind als kust, dat vind ik niet zo realistisch. Dat zie je in Nederland niet. Jawel, daar ergens denk ik wel, misschien. Zo. Dit een beetje proberen. Nee, niet doen. Hopelijk is het mooi. En we moeten nu wel langzaamaan de texture pack gaan veranderen. Wacht, ik weet wel. Koe. Koe, kom even naar mij. Kijk, ik duw je wel erin. Kijk, handig. Koe opgesloten. Haha, waterkoe. Dus hier ga ik drinkwater houden. Ik wil hier dan eventjes een crafting table. Ik wil in deze stad wil ik crafting tables gaan verstoppen. Die je niet ziet, maar wel weet als ze er zijn. Zodat je gewoon eventjes kan craften, snap je? Dat vind ik altijd wel handig. Gewoon even kunnen craften. Hier zo bijvoorbeeld. Niemand weet dat daar een crafting table is. Maar wie weet, wil je eventjes iets snel craften, dan ga je er even naartoe. Moeten we het wel natuurlijk onthouden. Dat wordt moeilijk. Maar we gaan het proberen. Zo. Dit maak ik eventjes. Net als deze kist. Zo. Die zetten we neer. Hier zo. Denk ik. Ergens. Ja. En dit emmer, die emmer, die gebruiken we om drinkwater te halen. Kijk, ik pak de melk. Dat is eigenlijk drinkwater. Kijk, drinkwater. En dat houden we dan hierin. En als we willen, kunnen we dat drinken. Slurp. We hebben er weinig aan. Ja, we kunnen poison effects wegdoen, maar we hebben geen poison. Potion effects natuurlijk. Dus, maar goed, daar zit drinkwater in, voor willen we taart maken. Nog een klein hokje hier zo, als dat kan. Voor de varkens. Dat is hier zo.
Die wordt gewoon heel erg lang en niet breed. Zo ja. En dan hier zo. Een rij. Zo, dat vind ik wel goed. Ik vind het wel leuk eruit zien. De koeien zijn natuurlijk groot, hè. Doen varkens iets speciaals? Ja, eten geven, maar dat is niet zo heel speciaal, eerlijk gezegd. Niet dat het een belediging is. En dan zo. En dan later kunnen er misschien meer dieren bij. We zijn maar een klein boertje. Een klein boerengemeenschapje. Zo. Ik maak hier maar wat random. Dan kunnen hier zo de varkens in. Die gaan we lokken. Lok, 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 lok. En die staan helemaal daar zo op het pad. Niet meer lijken. Stop met lijken. Fraps. Goed zo. Applausje. Kunnen we ook inktvissen houden? Daar kun je moeilijk een hek omheen zetten, hè? Dat zullen we maar niet doen, denk ik. Kom. Maar inktvissen kun je ook niet breeden, daarom. Hé, die lopen wel eerlijk gezegd best snel. Was schattig. Gelukkig weet ik heel de weg uit mijn hoofd. Kom. Niet dom doen. Ja, even wachten op je broertje, want die zit zo dom te doen. In het water. Kom er maar in, jongens. Het is heel gezellig hier zo. Zo. Nu zitten jullie vast. Arr, dood. Nee. Oh ja, die varkens die moeten... nee, die wortels die moeten hier. Beter maken we dan gelijk hier zo'n farmpje. Met de wortels. Dat doe ik wel even snel. Zo. Als je er goed over nadenkt, dan is dit best wel zielig. Die zitten zo naar die wortels te kijken. Want ik wil ze. Zelfs de babytje. Die koe, daar moest nog eentje bij. Zo, dat is ook weer gedaan. Die twee koetjes die zijn ook weer tevreden met hun leven. Ik doe wel eventjes. Doe ik zo. Kijk, tower hebben we al genoeg. Daar hoeven we geen vorm van. En dan ben ik wel tevreden voor nu. Tijd voor de texture pack verandering. Zo, we gaan de oranje tulp veranderen. En dat wordt geel. Omdat dat de geweldige kaas is. We pakken eerst de gewone geel. Dat doen we zo. Nee, dat is geen geel. Dat is geen geel. Dan maken we hem wat donkerder. Nee, niet zo donker. Ja. En dan nog wat donkerder. En dan zetten we het hier. Een gele tulp. Nou, opslaan. Het kon niet zo lang duren. Omdat we eigenlijk nu moeten afsluiten. Omdat het nogal lang duurt. En dat wil ik niet. Dus, nou, het is wel leuk om te maken, maar ik wil wel dat de mensen blijven kijken. Goed, we gaan naar Minecraft, even kijken of die heeft gewerkt. En dan is het tijd om af te sluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer op de geweldige kaas als je meer wil zien. Laat een like achter. Hopelijk kunnen we op tijd nog eventjes een oranje tulp vinden. Of een gele tulp. Eigenlijk zou ook nog de naam moeten veranderen. Dus, waar zo? Even niet, hè? Blijkbaar. Oké, dan moeten we maar snel eventjes in de kist gaan kijken. Ik heb je gezien. Ga je, ga weg, ga weg, ga weg. Ga weg. Goed. In de kist. En slapen. Nou gaan we als een speer naar onze oude stad rennen. Om zo daar te kijken of nou eigenlijk dat ding daar is. Nou, dat wordt helemaal spannend. Natuurlijk, alles is spannend met ons. Wij maken elk evenement spannend. Hey, dat is niet dicht. Even naar links. Het is wel een best lange weg hoor, eerlijk gezegd. Er naartoe, maar je moet het ervoor over hebben, hè, bij een mooi meertje gaan wonen. Tss. Ik heb echt veel honger. Ik ga zo meteen gewoon op stop drukken en dan ga ik gelijk gewoon vreten. Want ik kan er niet meer aan. Heb je hem al gezien? Heb je hem al gezien? Ik wel. Kijk, kijk. Oh. De kaastulp. Ja, de naam wordt kaastulp. Jongens, ik ga hem kaastulp noemen. En ooit gaan we vast nog wel eens een gele tulp vasthouden. Dan zie je kaastulp staan. Maar nu is het echt tijd om af te sluiten. Dus laat een like achter als je dat nog niet hebt gedaan. Nog steeds niet. Abonneer. Like always, bedoel ik. En tot de volgende keer. Doei!